Gewapend met een spandoek stonden ze plotseling op de stoep. Een mooie verrassing voor rallyrijder Frank Tilburgs. Ja, er is, vanaf gisteren is er een hele club mensen, 12 man, die zijn gearriveerd. En die gaan ons tot de finish volgen. Zijn ze wel een beetje stil vanavond in het bivak? Nou, gewoon gewerkt worden morgen, hè? Nou is het wel even stil, maar... ja. Ons plan is om Frank te steunen tot finish. Dus we zorgen dat we elke dag op goede plekken staan. Dat is een beetje zoeken, een beetje avonturen. En aanmoedigen. Zorgen dat we, dat we hem naar de finish toe loodsen, zeg maar. Zo snel mogelijk je weg vinden door een soms onbegaanbaar landschap. De Dakar Rally vraagt veel van de deelnemers. Samen met vrienden een biertje wegtikken is dan ook een fijne afleiding. Ja, het is toch best wel spannend en druk op de schouders en dan komt een club en dat is gewoon wel gaaf. Maar ik moet zeggen, de druk van tevoren was ook wel best hoog. Want je moet wel in de rally blijven totdat ze hier zijn natuurlijk. Hè. Dus ja, dat was ook wel een beetje druk voor mij, van mijn kant uit in ieder geval. En die druk wordt nog hoger, want de vrienden hebben hooggespannen verwachtingen. Top 20 denk ik, hè, straks in Buenos Aires bij dat podium. Voor minder doen we het niet. En dan komt er nog meer bier op tafel, denk ik. Ik ben er zeker van. Ja, geweldig. En dat moet helpen, want achter iedere grote man staat toch zijn trouwe vriendengroep.